Ik ga deze winnaar ook nog even vragen wat hij denkt dat innovatief gaat worden de komende 2 jaar. En vooral de Internet of Things. Tijmen van Dijl, oprichter van Room Raccoon. Je hebt een administratief websysteem gemaakt voor de hotels. Wat is de innovatie voor de komende 2 jaar van de Internet of Things gebied? Ik verwacht daar heel veel van. Ik verwacht veel ontwikkeling naar aanleiding van bijvoorbeeld platforms die het met elkaar in verbinding brengen, zoals LoRaWAN. Waarmee een heel simpel, heel klein chipje in alledaagse dingen zoals meubilair kan stoppen. Waardoor echt alles connected is. En het eigenlijk niet meer een extra moeite kost om het te connecten. Ja, dan kun je gewoon beter onderhoud plegen, schoonmaken, zorgen dat de occupancy op gang is. En hoef je nooit meer een do not disturb ding op te hangen. Exact. Ik denk dat het vanzelfsprekend wordt. En ik denk ook dat wij daar als Room Raccoon zijn ermee iets mee kunnen als connector. Customizing van de hotelervaring. Dat ik als ik kom, dat al mijn muziek geregeld wordt. Dat alles gewoon prettig is. Hoe lang duurt dat nog? Voor de kleine hotels die geen geld hebben om dat te doen. Die jouw systemen gebruiken. Ik denk dat we daar over 10 jaar heel veel verder mee zijn. Hallo zeg. Over 10 jaar, nou, dan kan het niet wat eerder. Wat mij betreft wel, maar dat gaat niet van de een op de andere dag, verwacht ik. Een heel voorzichtig winnaar. Tijmen van Dijl van Room Raccoon.